Hallo allemaal en een hele fijne hallo allemaal. Ik ben er dus laatst achter gekomen. Dus zeer, zeer recentelijk. Als ik over laatst spreek, betekent dat dus dat ik echt net ben achtergekomen. Dus ongeveer, laten we zeggen. Laat maar zeggen, woensdag jongsleden aanstaande. Ben ik erachter gekomen dat. Ik dus het beste ben. Op mijn best, laat maar zeggen. Op mijn allerbest. Niet mijn paasbest, nee, op mijn allerbeste. Dus op mijn linkerzij. Snap je? Dus als ik op mijn linkerzij lig, dan ben ik op mijn best. Zie je dat? Zie je dat? Dus niet dat je denkt van, nee. Nee, op mijn linkerzij. Dan ben ik op mijn beste. En daar ga ik gewoon heel goed op. In principe moet ik dat gewoon weten. Maar goed, dus niet dat je denkt van, goh, wat ligt die jongen daar nou te doen? Dan zeg je van, nee, dat is Vincent. En die ligt daar op zijn best. Dus ja. In principe komen we er wel. En ik denk. Want ik zat laatst dus. Even in het kristalbolletje te kijken. En toen schoot het zo. In mijn schouder. Zo op mijn schouder zeg. Ik denk, Jezus, wat is dat nou weer? Toen dacht ik, ja, dat is je schouder. En toen dacht ik van ja, dat kan wel kloppen. Het schiet er zo in. Het schoot erin. In mijn schouder. Ik denk, Jezus. Het schiet mooi in mijn schouder. Maar goed. Dus wat ik toen heb gedaan, weet je, wat de meeste mensen zouden doen, weet je wel. De meeste mensen, ja, die gaan dan de postzegels verzamelen of origami, weet je wel. Maar ik niet. Ik ben gewoon teringhard aan de crack gegaan. En dat heeft niet echt geholpen, maar het heeft wel poorten geopend die ik voorheen niet had kunnen bedenken. In ieder geval. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En ook dat moet ik weten. Maar goed. Een hele fijne zaterdag en een hele fijne zaterdag. Hallo.